Yo iedereen, leuk te kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag heb ik hier een pakketje binnengekregen van Luc de Bon. Ik ga deze pakketje nu even unboxen met jullie, zodat jullie zelf kunnen zien wat ik allemaal besteld heb en wat we op de dak gaan monteren. Oké, let's try this trick. En voilà, dat was heel makkelijk. Nee, by the way, ik heb dat hier unboxed, maar oké. Hier zitten die drie moertjes voor op mijn schroefdraad van op mijn kader te zetten. Dat is een speciaal dunne schroefdraad, zoals jullie kunnen zien, hopelijk. Ja. Hai, ik heb een ander soort niet bij de normale, maar dat is een verschil. Hier heb ik dan een uitlaatpakking, koperen. Buigt zichzelf zo, hij dicht zichzelf af. En hier het Honda-embleem die op de vork komt, samen met de twee vijsjes bij. Dus die gaan we monteren en dan gaan jullie nog allemaal zien. Dus zoals jullie nu net konden zien, heb ik ze gemonteerd. Hij gewoon vastgedraaid. Zoals hij al zei, dus, hè, was werken we iets, by the way. En zei hij dat hij het iets langer liet, zodat ik het zelf nog kan afsnijden. Hij zelf af kan slijpen. Dus, is logisch. Maar het draait al soepeler erop dan een verkeerde moer, dus dat is al toppie. Dus nu ga ik nog het embleempje monteren en dat krijgen jullie ook nog te zien. En voordat jullie dit monteren, deze komt ook van Luc de Bon, zoals jullie konden zien. Kijk goed of het goed ontbraamd is aan de kant dat je het gaat monteren, want het zal je verf anders kapot maken. Bij je lak. Dus altijd goed kijken.
Oké, jongens en meisjes, ik heb nu de Honda logo gemonteerd, dat embleem. En nu zit ik wel met het volgende probleem, want de kilometriek kabeltje zit wel pretty in de weg. Zoals jullie kunnen zien, staat er letterlijk gewoon voor. Dus oké, jongens en meisjes, zoals jullie dachten was de video gedaan, maar helaas nog niet. Want ik had namelijk een foutje gemaakt. Ik had dit, dus een Honda embleem, van bovenop gelegd. Maar het moet blijkbaar onderaan, dus gelijk met je spotbord dan. En dan krijg je dus dit resultaat, waardoor dat je hem beter te zien krijgt, snap je? Anders zit hij echt verborgen onder die koplamp. Je kan de twee kiezen, je kan één van de twee kiezen, maar ik vind deze dan persoonlijk wel beter, omdat je dan meer het Honda-embleempje ziet. En daarvoor heb je hem ook gekocht, hè. Dus een beetje logisch, hè? Maar ja, zoals ik zeg, iedereen heeft zijn eigen keuze. En ik vind deze wel het beste. Dus dit was dan wel het einde van de video. Vonden jullie het leuk? Vergeet dan zeker en vast niet te abonneren. We zijn bijna bij de 100 abonnees. En ja, ik heb jullie gewaarschuwd. Hè. Dus in het begin van de video. Dat jullie de video helemaal moeten uitkijken. Want dit is de reden. Het was niet expres gedaan, echt niet. Want allee, ik moest zelf nog terug alles demonteren. En daarna terug monteren. Maar ja, het is eindelijk gedaan. En ik ben er wel blij mee. Dus ik zie jullie bij de volgende video. En abonneer, want we zijn bijna bij de 100, zoals ik al zei. Vergeet niet te liken. En dan check ik jullie later.